Welkom bij Dynamite Magic Shop Product Update 134. Februari 2022. Op de rand van het begin van de carnaval hier in het zuiden des lands. En meer daarover nog. Mensen hebben gebeld en gemaild. Zijn jullie gewoon open rond carnaval? Ja hoor, onze winkel is gewoon geopend rondom de carnaval. Dus gewoon de zaterdag, maar ook gewoon de dinsdag, woensdag. Dat hier in het zuiden des lands de carnaval los is gebarsten en iedereen het feest is. Is de winkel hier gewoon open, kun je gewoon bezoeken. En alles wat we vandaag laten zien, mits het niet uitverkocht is, kun je gewoon bekijken of kopen in de winkel. Samen met al die andere 4.500 dingen die we niet laten zien deze keer. We gaan meteen beginnen. Ik heb hier een ring. Je hebt een ring. Ik heb hier een veiligheidsspeld. Je hebt een veiligheidsspeld. En het mooie is, als ik die ring op mijn hand leg, dan kun je met die veiligheidsspeld, dat mensen kunnen zien, met de veiligheidsspeld over de ring, en dan kun je hem zo linken. Wacht even, hoe even. Oké. En als je wil, kun je hem ook nog eraf gooien. En dit is de truc. Shrapnel. Ik heb nog niet de tijd gehad om de hele routine te oefenen. Dit is even de basis. Je kan op hele maar dit ja. Kun je dan mee. Want tevoren laten ze het ook onderzoeken en alles. Dat kan allemaal. Dit is shrapnel. Tof truc. Volgens mij was die ook in dag, denk ik, uitverkocht in Blackpool. Dat lijkt mij, want dat is gewoon een tof ding. Dit is ook de laatste van ons die we hier hebben in de hand. En die kost €38,50. Maar komen morgen nieuwe binnen. Dus aan de tijd dat je dit ziet, kun je ze gewoon bestellen en dan is er een nieuwe voorraad. Ja, of die zijn dan weer uitverkocht. Weet je niet. Zo snel weet ik ook niet. Maar de eerste partij was inderdaad super snel weg. Dit was de kortste demo ooit. Ja. Maar het is een complete routine, maar het komt erop neer dat je hem steeds vast, los, vast, los, op allerlei manieren. En het is goed te doen. Je krijgt hem compleet met alles wat je nodig hebt. Ja. En met een mooi bewaarblikje er ook bij. En een bewaarblikje is een stevens ook, laten zien, stevens ook deel van de truc, zeg maar. Die kun je ervoor gebruiken. Een ring krijg je ook bij. Je kan een ring lenen hoor, maar deze ring zit erbij. Je kan een ring lenen. Laat het spel er checken. Je kan een ring lenen, maakt alles eraan vast, los, vast, los. En uiteindelijk kun je alles weer laten checken. Ja. En je krijgt twee gimmicks. Ja. Dus daar wil ik het even bij leggen. Ja, een extra ook nog zelfs. Niet dat ze op principe stuk zouden kunnen gaan, zou ik denken. Maar stel dat je ooit een verliest, of wat dan ook, heb je er inderdaad twee. En van Kim Anderson, de bedenker ook van Beep. Ook in de filmkoper ding. Dus het is een zeer uitgebreide video, volgens mij rond de 2 uur of zoiets. Dus die instructievideo. Dus elk detail zit erin. Je hoeft niet elk detail te leren als je niet alle versies wil leren, alle opties. Mm-hmm. Want je kan de ring ook echt eraan gooien. Dan moet je wel even oefenen. Daar hebben wij de tijd nog niet voor gehad. Maar we konden het niet laten om deze even snel te laten zien in de video. Yes. Nou had de vonden klaar in het magazijn dit. Dit zijn blanco kaarten, zeg maar. Dat zijn allemaal witte kaarten. En dan dacht ik kan er wat op tekenen. Maar dan had ik eigenlijk een ander idee. Weet je wat, even anders. Stel voor dat je die kaarten, ze zijn allemaal wit, zeg maar, aan allebei de kanten. Dus je kan op allebei de kanten kun je dingen erop maken. Zie. Het is gewoon zeg maar, een soort speelkaartenmateriaal. Dan zie je natuurlijk de ribbeltjes erop zitten, dat is de linen finish, waardoor ze zo schuiven, zeg maar. Dat je luchtkussentjes tussen de kaarten. En dit zijn dus eigenlijk de kaarten waar ze normaal gewoon basiskaart op drukken. Maar ik dacht, wat als ik er zelf iets mee kan? Even kijken hoor. Je kan bijvoorbeeld, pak eens een kaarten, voor die deks er een beetje aan meeschrijven. Allemaal verschillende kaarten. Ik zal ze nog even schudden zelfs. Leon, jij mag eigenlijk stop zeggen waar je zelf wil. Stop. Zeker? Ja. Oké, onthoud de kaart. Ja. Weet je wat? Ik pak de kaart gewoon bij ook zo. Ik wil nog even niet zien. Ik wil een beetje netjes maken hier zo. Dat wordt het idee. Met deze kaart, die ik nog niet gezien heb. Kun je namelijk kaarten bedrukken. Oké. Dus dat betekent, je kan kaarten pakken, die leg je zeg maar erop. En dan kun je kaarten bedrukken. Oh shit, dat is de verkeerde kant, wacht even. Dat had de andere kant moeten zijn. Ah, jij schoppen 10 had je? Ja. Oké, dat was mijn fout. Nou, die is nou verpersen nu ik. Nee, niet echt. Als je een kaartje oplegt en je doet dit, dan kun je namelijk een kaart bedrukken. Maar je ziet dan wel, omdat het echt zeg maar bedrukt wordt, dat je dan een kaart hebt in het spiegelbeeld. Dat is op zich geen ramp, maar met een spiegelbeeldkaart kun je dan weer zeg maar, een kaart maken die gewoon zeg maar, normaal is. Hè? Dus even voor het idee, door een kaart achterop te leggen, zie je, kun je hem gewoon bedrukken. Dat is het idee. Je legt kaarten achterop en dan kun je kaarten bedrukken. Dat is het idee van... Stom. Had ik die nou eerst al gedaan? Ja. Hmm. Okay, dan moet je even opletten dat je niet twee kaarten
tegelijk doet. Dat is niet heel handig. Je kan dus ook, je moet ook kijken hoe je de kaarten optilt. Je kan ze best niet met je vingers optillen, want voor hetzelfde heb je zo meteen een foto van je vingers erop. Je kan ze best heel voorzichtig optillen, zodat je niet echt aanraakt, zeg maar. Want voordat je het weet, zit er namelijk iets opgedrukt. Dus daar moet je echt goed op letten. Want de inkt zelf is sowieso een dingetje. Als je daar met je vinger, als je niet goed oplet, krijg je dit soort vegen erop. En je moet ook kijken, de inkt is zo, zit er los op, zeg maar, in het begin. Dat als je, zeg maar, dit doet, dat de inkt nog gewoon kan rondzwieren, zie. Of als je dit doet, kun je zelfs nog kloppen. Zo. En dan valt de inkt gewoon naar beneden, zeg maar. De pips vallen naar beneden en heb je dus eigenlijk dit. Dan ben ik me eigenlijk aan het vragen, is er überhaupt één kaart gelukt? Ja, we hebben eigenlijk één. Ja, dat is de kaart waar we zijn begonnen, hè. Oh ja, deze lijkt er wel op. Zie. Nou, zo kun je dus kaarten weer drukken. Het is een verhaal dat je zelf bij kunt maken. Daryl, waar deze truc vanaf komt, heeft een compleet ander verhaal. Nu is de vraag van veel mensen, mogen mensen het onderzoeken? Mensen mogen alles onderzoeken. Ik zelf ben een hele grote fan van het effect printing. Printing van Dominique Duvivier. Dit is eigenlijk Daryl's versie, Presto Printo. Eerlijk gezegd heb ik niet uitgezocht welke er eerder was. Het heeft absoluut met elkaar te maken, want de logica is een beetje hetzelfde. En dit is misschien nog wel visueler, door alle gags die erin zitten, dat je de kaarten uitveegt en dat soort dingen. Is het truc moeilijk? Nee. Ze geven in de video een aantal mogelijkheden om het truc te doen, een aantal grepen. Dit is de makkelijkste. Dit kan iedereen. Iedereen die de video kijkt en dit nadoet, kan dit gewoon. Dan moet je twee handen hebben, dat is wel handig. Nou ja, we zouden met één hand aan het lopen. Maar er zijn ook gevorderde grepen in. Kun je ook doen. Het verbetert niks aan de truc als je mij vraagt. Het maakt alleen maar dat mensen denken, hij doet iets. En dat is nu niet zozeer. Werkt het met elke kaart? Nee, het werkt allemaal met al deze kaarten. Maar het is uiteraard de kaart die je laat kiezen, kan niet altijd een andere kaart zijn. Maar ook dat wordt in de video duidelijk uitgelegd. Ik werk het even netjes op. Dit is de truc Presto Prento van Daryl, zeg maar. Opnieuw uitgebracht na vele jaren. Inclusief de online video's, €32,95. Wat krijg je? De truc Presto Prento, in een mooie verpakking, als je ziet. Met nog extra kaarten erbij voor, extra blanco's nog, voor als je er ooit vies worden. Als je geen bicycle kaartspel thuis hebt liggen, bestel dan een rood bicycle pokerspel mee. Artikel nummer 0088. Dan heb je set compleet, want je moet eerst een kaart laten kiezen. Nou moet, dat is wel zo leuk, dat is wel zo bijzonder, want het lijkt alsof je met alles kan. Dat is de Presto Prento. Wat zei ik? €32,95. Vind ik echt een tof effect. Nou heb ik nog iets tof. Hou je van cocktails? Nee. Ik hou in de zomer wel van cocktails. In de winter niet zo, maar in de zomer ook wel cocktails. Ik heb hier een aantal tiki's. Dan vraag je natuurlijk af wat een tiki is. Een tiki is de god van de cocktail. Okay. Je kunt ook zien, hij steekt de tong uit. In deze manier in mijn ogen dicht. En om een cocktail te maken heb je dus vier ingrediënten nodig. Er kunnen vier aardbeien zijn, of besjes, of verschillend? Blauwe bessen, bananen, dat kan allemaal. Kan allemaal. Maar je moet vier ingrediënten hebben om dus een mooie cocktail te maken. Mm-hmm. Ik gebruik in dit geval sinaasappels. Ja. En als je wil kun je het zelfs op de neus van de tiki drukken, op deze manier. En dan gebeurt er iets raars. Want je ziet dat één sinaasappel verandert. En ijs, zie je dat? Oké. Okay. Wat ik ga doen, ik ga het ijs even eruit halen. Die ga ik even in de koelkast doen, zodat het niet gaat smelten. Dat is wel belangrijk, want de cocktail moet wel koud blijven natuurlijk. Ja, ja. Nou heb ik hier nog 1, 2, 3 sinaasappels. Als ik nu weer op de neus trek, dan gebeurt er weer iets raars. Want nu heb je hier in één keer aardbeien. Dus ik ga nog even in de koelkast, zodat het lekker koud blijft. En ik heb hier dan nog 1, 2 sinaasappels. Maar tof als ik nou dit doe en ik knip met mijn vinger, dan zie je dat deze verandert in een ananas. En om een perfecte cocktail te maken, kun je zeggen ik wil deze ook gebruiken. Die zal ik ook gebruiken, want ze hebben hier vier ingrediënten. Maar het tof is, als je al die ingrediënten pakt en je mixt en zo. Ja, ik heb geen elektrische mixer. Ja, dan ben je de kaart ook niet zo. Het toffe is, als ik die kaarten nou neerleg en ik knip met mijn vingers, dan kun je dus een perfecte cocktail maken. En dat is even snel gedaan, maar dit is de truc. Nou, ik vind het goed gedaan, hoor.
Tiki. Een Tiki? Van Javier Benito. Ja, van Sensei Cards. Van Sensei Cards, ja. Ja. Hele toffe truc. Ook tof dat je de koelkast erbij krijgt. Het is een AAA. Ja. Dus het is milieubewust. Ja, werkt op zonne-energie. Ja. Ja, je krijgt een mooie kaart. Hè. Je krijgt deze routine, die leer je. Maar je leert met veel meer andere routines. Dit is meer een basisroutine. Maar je leert ook dingen waar je bij meer sleight of hand moet doen. Zoals Danny de Ortus, zeg maar een beetje. Ja. Dingen toevoegen, droppen en zo. Maar dit is een van de makkelijkste routines. Dus daarom laat ik deze ook zien. Dat vind ik ook een van de mooiste. Hè. Ja. En het komt helemaal compleet met alle kaarten die je nodig hebt. Dus, het is een, wat Javier eigenlijk maakt, zijn een soort van projecten. Ja. Dus laten we zeggen project Tiki. En er zit deze routine in. Ja, er zitten nog extra kaarten bij. Ja. Die zitten hier nou niet in. Ja, ik kan er compleet andere routines mee doen ook. Ja. Want de routine, ik weet niet of mensen Aldo Colombini kennen. Die had altijd een mooie routine met kaarten die veranderen. Restless Colors? Ja, Restless Colors. Ja. Daar kun je dus ook, ja. Hier zit dus nog extra kaarten bij waar je een soort Restless Colors mee kan doen. Ja. Dus je laat aardbeien veranderen. Dan pak je een ijs, dan leg je er boven, knip je je vingers en verandert allemaal in ijs. Doe je een kamer met ijs weg en dan pak je de orange, leg je er bovenop, knip je je vingers en dan verandert alles in oranges. Ja. Het is maar een routine ja. Van uit het hele, de hele set die ja. Je kunt doen. Ja. Ja, tof. En dit zijn, voor Europa momenteel hebben we dat exclusief. Ja. Het is een leerling van inderdaad Danny de Artis ook, ja. Die dit maakt. En als je zo'n video ziet, dan snap je er ook. Ook de uitlegvideo's. Het is een beetje hetzelfde kaliber, zeg maar. Ja. Kundig ook. En praat net zo vlot. Ja, tof. Ja. En er komen nog meer leuke pocket tricks. Misschien dat we vandaag nog tijd hebben om die andere op te nemen, dat weet ik niet. Maar er komen nog meer leuke pocket tricks af. Ook mooi, de kaarten zijn ook mooi bedrukt. Ja. En, want dat kost dan? 27,50. Ja. Inclusief uitgebreide vele instructievideo's ja. Voor alle routines. Dus het is niet een 10 minuten video waarin alles beschreven wordt, zeg maar, of alles geleerd. Ja. Het is uitgebreid. Dan hebben we nog iets heel moois. horloge. Ik zou het kunnen dragen, maar ik heb deze niet om. Ik heb een ander horloge altijd om. Maar als je tijdens je act zou ik dit gewoon dragen. Het is echt een horloge wat gewoon de tijd aangeeft. Wat je gewoon kunt gebruiken als een horloge. Leon, ik zou je willen vragen om aan een tijd te denken willekeurig. Ja. En we hebben niks afgesproken. Nee. Even voor duidelijkheid. Ik zal even uittrekken. Doet hij niet. Zo. Kijk, ik ben eruit. Welk. Oké, niet meer wisselen. Top! Ik zou je willen vragen: welke tijd heb jij in gedachten genomen? Ik heb in gedachten genomen 5 uur 18. Dat is al een hele rare specifieke tijd. Maar je bedoelt eigenlijk. 18 minuten over 5. Zou het bijzonder zijn? Als dit horloge precies op 18 minuten over 5 zou staan. Dat zou bijzonder zijn. Ja, ik zou het ook bijzonder vinden. De tijd vliegt ook altijd. Zeg zelf, ik raak het verder niet aan. Staat het horloge op 18 minuten over 5? Ja. Ja, dan ga ik naar huis. Dat is al zo laat. Allemaal bedankt. Tot de volgende 18 keer. 18 minuten over 5. Zie je 18 minuten over 5. Ik had het daar laten zien. 18 minuten over 5. Ja, dat is de achterkant. Bescherming, een laagje. Van ja. Ding. Ja, dit is de Infinity Watch. 3.0. Wat 3.0. Ja, of 3.0. Ja, ja, we noemen hem 3.0. Ja. Maar bel voor meer informatie. ja, en je ziet het misschien, DMS, beperkte oplagen. Ik denk dat we er nog 4 hebben of zo, met DMS logo. Dat kunnen mensen googlen, ze vinden er niks op. Maar het zou de Dynamo Magic Shop kunnen betekenen. Dus als je deze unieke horloges nog wil bestellen, dan is dit nog de kans. Je kan overigens, heb ik niet aan gedacht, maar je kan echt de wijzers, ik zal laten zien, je kan gewoon ook de wijzers verdraaien waar de mensen bij zitten. Mm-hmm. Had ik even niet aan gedacht, maar we hebben zoveel horloges, ook andere. Je kan het echt wel laten zien dat alles gewoon zo is, zeg maar. Draaien. Dan kun je hem echt inderdaad aan de tijd vragen om te denken, bijvoorbeeld. Je zet hem dicht en dan als iemand dan een tijd kiest, dan staat hij daarop ingesteld. Nou, je hebt niks te maken met spraak. Niks met mobiele telefoons, niks apps. Met updates, apps, bluetooth verbinding, wat dan ook. Dit werkt met een simpele remote, laten we het zo even zeggen. Ja. Er zijn vergelijkbare horloges op de markt. Nou niet meer, die waren op de markt. Ja, John Miranda. Maar John Miranda bijvoorbeeld. Nou, maar die hadden een trailsignaal op de afstandsbediening zitten en dat kregen wij niet verstopt. Ja, dat kreeg jij 3 meter lang, 4 meter lang. We hebben het ooit opgenomen in de sok. In mijn sokken had ik het zitten toen, dat hele ding.
Dus wat je om die song... Ja, en dan nog, om het geluid ver weg te hebben van de gemaakt, dan moesten we hoesten om... Ja, niet oké. En dit is stil, je kan het zelfs nog instellen. Er zit ook een trilschijf in, maar je... Was echt zo, heb je tijdig dat achtergenomen. Je ging gewoon bijna zelf trillen gewoon. Zoiets. Ja, dit is gewoon... Ja, niet om een verkooppraatje, maar ik vind dit de tofste versie die er in ieder geval is. Ikzelf, hè. En niet omdat het logo erop staat, maar kijk, hij ziet ook, ik heb net bijvoorbeeld 12 uur gezet, nu is het al 1 minuut over 12. Hij loopt ook echt als een normale horloge. We hebben ook andere horloges, maar wat ik wil zeggen, de ene heeft zijn voordelen en de andere heeft zijn voordelen, die is zijn nadelen, die is zijn nadelen. De voordeel hiervan is dus, je zet het aan, je doet hem af, je zet je remote aan, altijd meteen geconnect. Ja. Geen apps die je up-to-date moet houden, geen telefoon die leeg kan zijn, geen bluetooth verbinden die kan verbreken. Bij die andere kun je misschien meer. Ja. Kun je meer dingen aankoppelen en alles. Ja. Maar als je zegt, ik wil alleen een horloge en de toeschouwer neemt een tijd in gedachten, dan zou ik voor deze gaan. Wil je zeggen, ik wil dit en dit en dit, ik wil kunnen pieken en dit en dit, zus en zo, dan zou ik voor de Timesmith watches gaan. Ja. Ja, het mooie vind ik ook, gewoon een horlogebatterij. Niet opladen, niet draadloze klungel allemaal. De afstandsbediening wel, die moet je eens in de zoveel tijd opladen, maar je gaat weet hoe lang mee. En dit is gewoon echt een horloge. Ik weet het bij Joe Miranda, moest je elke keer aan de achterkant een klepje openmaken. Ja, en dan met een tangetje, een klein accu'tje waar een klein, heel klein aansluiting aan zit, moest je erin en uit doen. Ja, vroeger omdat het stuk ging bijna, als je dat... We hebben ook trouwens, dit is de gewone versie, maar we hebben ook... Wat idee... Het horloge van Joe Miranda was ook een stuk dikker. Dit is gewoon normaal. We hebben gewoon deze versie. Dat is de... Pocketwatch versie. Deze zet hem op het schermpodium op. Zie? Ja, mooi. Pocketwatch ook echt een heel mooi ding. Ja. Zowel voorkant als achterkant. Hier staat niet DMS op, het is gewoon Geneve wat erop staat. Het is geen... Heel mooi. Hetzelfde verhaal. Ook met afstandsbediening. Schitterend mooi. Prijs €274,95. Inclusief garantie uiteraard. Daar zit officieel niet op. Maar wij geven dat gewoon erop. Omdat we weten dat het geen kwaad kan. Dat het gewoon een goed product is. En nu hebben we al 4 minuten gepraat over het horloge. Ja, want die loopt trouwens ook gewoon weer verder. Dat loopt gewoon door. Dus je kan het gewoon dragen. Echt een gaaf ding. Je kan ook een volgstijd erin zetten. Dat wil zeggen, je kan de toeschouwer het horloge geven ook. En dan kan je... Zorg dat het horloge als je ligt naar de volgstijd gaat zonder gebruik van een remote. Dat kun je ook allemaal instellen. Dus er zit meer mogelijkheid in het horloge dan je denkt. Ja. Goed, dat was Infinity Watch 3.0 voor €274,95. Alright. Ik heb nog wat grappig liggen, even kijken. Dit. Dit zijn namelijk allemaal schoenen in verschillende kleuren, zie je? Ja, een hele kleine maat. Zie je. Een hele kleine maat. Ja, zou mij in ieder geval niet passen. Kijk eens, zo klopt wel, ja. Leon, jij mag, terwijl ik dit doe, ergens stop zeggen wij zelf wel. Stop. Wil je deze of wil je die? Of, nee, die je vast hebt. Die ik vast heb? Oké, top. Oké, voor het idee, draai er even één om van die twee. Eentje maar. Paars. Oké, voor het idee, stel voor, dit is een paar, hè, wat nou aan elkaar legt. Je had ook dit paar kunnen pakken en had je in ieder geval rood en oranje gehad. Je had deze kunnen pakken, groen en blauw, geel en rood, oranje en groen, of blauw en geel. Maar dat had je niet, want jij had deze twee. En het grappige is dat jij ook nog toevallig net het paar bij elkaar hebt gekozen. Ja, ja. Dat is grappig. Een effect met Magical Sneakers. Tenyo heeft, nou ja, ik weet niet of dat ze goed, of dat goed zeg. Er zijn nu bij onze leverancier plotseling 6 effecten van Tenyo opgedoken. Zeg dat goed, 6? 1, 2, 3, 4. Ja, 6 effecten van Tenyo opgedoken. Maar sommige staan een jaartal op. Deze heeft het er nu niet op staan. Maar ik zag laatst eentje opstaan, 2015 bijvoorbeeld. Er zijn effecten die we tussendoor zijn uitgegeven. Of het is een plus one effect, zeg maar. Dat betekent dat je dan ergens een keer een effect bij kreeg in Tenyo. Vaak is in Japan sowieso andere verkoop dan hier. We hebben nu in één keer 6 van deze Tenyo's erbij. Dit is er eentje, de Magical Sneakers. €13,75. Compleet met instructie. Ook met een link naar een Engelse download instructie. Dan krijg je hem op papier. Kun je hem uitprinten of online op je scherm bekijken. Super gemakkelijk te doen.
Je hebt namelijk 5 paar schoenen voor. Voor dat geld. Voor 13,75 euro. Nou, kijk, maar, die op de... maar er zijn er nog meer, ik ga het niet allemaal laten zien. Er is ook de Charisma met een kaarttruc waarbij kaarten allemaal veranderen. We hebben eentje met de sushi carousel. Een truc met allemaal sushi. We hebben een hamburger, de Magical Burger, waarbij je de ingrediënten van de hamburger voorspelt en de complete hamburger nog iets. En een Magic Calendar. Ja, allemaal trucs van dezelfde kaliber. Kijk er even op. Allemaal leuke prijsjes ook. Zo 13,50, 10,95, 10,95, 16,50. Dus allemaal wel te doen. Dan heb ik hier Magical Chocolate. Magische chocolade. In deze chocoladewikkel zitten namelijk een aantal smaken chocolade. Zo hebben wij bijvoorbeeld bittere chocolade. Bij ons wel bekend als pure chocolade. We hebben ook witte chocolade. Bij ons wel bekend als melk. Witte chocolade. Okay. We hebben ook wel eens zoete chocolade zit hier. Dat noemen wij dan zeg maar de waarschijnlijk melkchocolade. En we hebben strawberry chocolate, dat zou hij zeggen de aardbeichocolade. Nee. Oftewel niet te eten, want aardbeichocolade lijkt me geen chocolade. We kunnen de kaart nog een beetje door elkaar mixen, zodat we niet meer weten waar wat zit. Zoiets, weet ik veel. En dan ga ik Leon vragen om ergens stop te zeggen waar hij zelf wil. En dan gaan we de onderste kaart bekijken, dat is jouw keuze. Stop. Ja, hier? Ja. Oké. Okay. Ik wil niet weten welke kaart het is, maar onthoud de kaart goed. Yes? Ja. Oké. Okay. Alle kaarten gaan in de wikkel, zo. En nu komt het, want we gaan proberen iets speciaals te doen. We gaan hier tegen tikken. Oeh, en er valt één hoekje uit. En dat is op zich al bijzonder. Dat is op zich al bijzonder. Want als we die kaarten er nu namelijk uitnemen, dan zullen we zien dat van één kaart een hoekje ontbreekt. Zie je? En dat is de zoete chocolade. En dat is de chocolade die jij gekozen had? Ja, oké, ja. De zoete chocolade. En van de strawberry, de aardbeien, de bittere en de witte chocolade is dat uiteraard niet het geval. Als het ook echt aan is, niet dat de handjes af kunnen. Alleen van deze ontbreekt gewoon nu. Nou ja, ontbreekt, is een hoekje afgegeten. Nou, dat is het effect. Volgens mij kun je nog meer dingetjes mee, maar dit is het basiseffect van Magical Chocolate. Ook uit de Tenue-serie. Magical Chocolate kost 16,50. Ook compleet met instructies erbij. Krijg dan zo'n mapje erbij. Ook een grappig dingetje. Magical Chocolate van Tenue. En de wikkeltjes doen me denken aan die andere trucken bij je echte... Ja, die roept de Tenue. Ik denk dat het jaar van die chocoladetruc is, waar je echt... Met de witte en de bruine chocolade. Super visueel. Ja. Die verkopen we ook nog trouwens. Volgens mij heet die ook Magic Chocolate of zoiets. Chocolate Break, volgens mij. Chocolate Break. Heel visueel. Moet je maar eens kijken op de website Tenue Chocolate Break. Met witte en bruine chocolade, waar je hele visuele dingen mee kunt tonen. Nou heb ik nog wat trots van mee. Ik heb hier een envelop. Ja. En in deze envelop heb ik één kaart zitten. Ja. We kunnen jou vragen om een getal te kiezen tussen 1 en 4. En het getal wat je kiest, dat is ook mijn voorspelling. Tussen 1 en 4 of van 1 tot 4? Ja, je mag 1, 2, 3, Oké, okay, ja, van 1 tot 4. Tussen ja. 1 en 4 zou ik alleen maar 2 en 3 kunnen noemen. Ja. Maar ja, dan kies ik 3. Zeker weten. Ja. Ik heb hier mijn envelop. En René kon alles kiezen wat hij zelf wou. Mm-hmm. En in deze envelop, ik zal het even laten zien, heb ik namelijk één kaart zitten. En dat is... 3. En de envelop is verder leeg. En de envelop is verder leeg. En ja, dit verkopen wij al een hele tijd, maar we hebben het nooit laten zien. En ja, dit is eigenlijk een tof ding, vooral als je Eclipse gebruikt. Dit zijn namelijk two-way enveloppen. Ja, het is een hulpmiddel eigenlijk. Ja, dus hiermee kun je in principe 4 outs maken. En als jij een Himbo Wallet hebt, dan kun je er zelfs een 8-way out van maken, zal ik maar even zeggen, zonder te veel te zeggen. Ja. Je krijgt er 5. Laat het even zo zien. Ja. Dus je kan inderdaad, kijk, we zullen niet direct de werking van de envelop uitleggen, maar even voor de terug in. Ja. Ik doe even dit. Ja, want stel ik had 4 gezegd. Stel voor René had 4 gezegd en dan had ik de envelop gepakt. Dan zeg ik René, je zegt 4. Je had alles kunnen kiezen wat je wil. Ik ga in de envelop en tada. 4. En de envelop is verder leeg. Oké. Maar had ik ook 1 kunnen zeggen? Ik had ook 1 kunnen zeggen. Ja. Hij doet dit. Normaal heb je afleiding, maar dat heb je niet. Normaal kun je het uit de portefeuille halen. Dan ga je hier erin en dan krijg je. Dan hebben we hier een kaart en een 1. En dan zie ik René al denken, wat is het nou 2 gezegd had. Ja, dat was ik inderdaad verbaasd. Dat maakt niet uit, dan knip ik gewoon in de vingers of wat dan ook. En dan maak ik de envelop open. En dan zie je dat hier een kaartje inzet met nummer 2. Ja, dus het is niet de truc die we verkopen. Nee. Maar Leon zegt, we moeten die 2 two-way envelops even ja, laten zien. Ja, 2-way envelops, ik heb ze zelf ook meegenomen. Ja. En ik vind ze prachtig. Vooral, het is ook stevig, dus karton, dit gaat niet snel kapot. Ja. Er bestaan er ook in Thai vaak, maar ik vind deze wel fijn. Omdat, ja,
ziet er voor mij normaler uit. En het tof is, je kunt de envelop ook echt leeg laten zien. Ja. Zie je dus niet als trucje we nu laten zien, maar als we willen hem niet uitleggen om niet iedereen wakker te maken, zeg, die dat niet hoeft te weten. Daarom doen we het even een beetje mysterieus. Ja, dus het zijn two-way envelopes, ook wel Himba-enveloppen genoemd. Ja. Dus als je ze gebruikt in een Himba-wallet of een Z-wallet, kun je er ook nog een 8W of wat dan ook voor maken. Ja, elke envelop heeft 4 outs als je wil. Ja. Dus ja, het aantal enveloppen wat je ergens in kunt plaatsen, is telkens 4 voorspellingen. Ja, of dus denk aan double faces of denk aan wat dan ook. Ja, daarom. Stel dat je een envelop of een Himba wallet hebt met een visuele envelop en eentje in een ritssluiting, heb je al 2 enveloppen. Ja. Nou, als je een Himba wallet hebt, heb je dat nog een vak met hetzelfde. Heb je al 4 enveloppen. Keer 4 outs heb je 16 outs. Nou, dat gaat al lekker hard. Ja, en die andere kosten 7,95. Per 5. Dat is echt een wereldprijs, want check maar eens wat normaal die dingen kosten. Ja. 7,95 voor 2 envelops, 5 stuks. Ik heb hier nog wel iets tofs ook. De wensdoos. Kijk, de doos is helemaal anti, zoals je ziet. Leeg, zie. En mijn vrouw zei laatst, René, ik heb nieuwe schoenen nodig. Ja, ik zeg, koekoek, alweer. Dat is mijn vrouw, hè. Ik zeg, ja, maar oh, wacht even. Ik naar beneden gerend. Ik zeg, okay, we hebben deze nieuwe doos. Toevallig de verkoop zijn wensdozen. Wat heb je nodig? Doe mijn korfbalschoenen. Korfbalschoenen? Ja, geen probleem. Korfbalschoenen, hup, thee. Ja, mijn korfbalschoenen, nieuwe korfbalschoenen. Ja, geen probleem. Hey, deze mooie, hè? Mooi. Oké. Ja. Nou, klaar, geregeld. Zoiets. Matcht ook een beetje met de kleur van de doos. Nou, wat is dit? Dit is eigenlijk de bekende schuifdoos. Maar dan ziet hij er eigenlijk uit een beetje als een soort schoendoos. Schuifdoos. En dit heet... Schuifladen. Schuifkist, ladenkist. Ja, en dit is eigenlijk wat het is. De Magic Box. Je ziet hier de medium versie. Nou, je ziet hier dat hij makkelijk al zelfs schoenen inpassen. De grotere versie is ongeveer net zo hoog als de doos. Nog een stuk groter. En het is eigenlijk de schuifkist. Je krijgt een plat verpakt, dus je moet eenmalig even met alles wat erbij zit. Het is alleen maar plakstripjes af te halen en te plakken. Dan kun je met elkaar zetten. En het tof is, er zitten ook nog allerlei stickers bij. Dus je kan hem ook nog helemaal voorzien van allerlei loodjes. Je kan er een magische kist van maken, een schoendoos van maken, een speelgoeddoos van maken, een cupcake-doos van maken. Je kan ze plakken met een soort sportlogo's, Adidas-logo's, Nike-logo's, Puma-logo's. Dus je kan er echt een schoendoos van maken. We hebben deze in rood en zwart. En in 2 afmetingen. Nou, de prijs is allemaal hetzelfde. Allemaal zijn ze €43,95 per stuk. Ja, een tof ding. En echt omdat het van karton is. Ik ben normaal niet zo van karton. Maakt het natuurlijk wel dat het niet een doos is die... Het is, ik bedoel, het is geen houten met goudglitter beplakte kist. Waar mensen denken, hey, goocheldoos. Dit zou echt een schoenendoos kunnen zijn. En dit blindje moet je daar zelf even aanmaken. Het zit er wel bij hoor, maar dan moet je even eraan vastmaken. Maar misschien dat je kiest om er weet ik veel, een gat in te maken. Nee, dat kan niet. Dat je iets anders kiest dat het nog minder opvallend is. Maar dit is al op zich al tof. De Magic Box, €43,95. Ja, en de grootste. Dan kan schoenmaat 47, 48 ook nog in, hoor ik. Ja, daar kan ook nog flink wat in. Ja, ja. Dus dat is hebben we nog iets, Leon? Ja, ik heb nog één dingetje. Hè? Oh. Ik heb... Oh, de roughing block. Roughing block, ja. Die heb ik een hele tijd geleden gezien bij een leverancier. Ik zeg, die moeten we bestellen. Nou, het heeft heel lang geduurd. Zou ik het zo zeggen? Ja, het is heel lang geduurd voordat we ze kregen, moet ik zeggen. We hebben ze lange tijd geleden besteld. En nou zijn ze daar. Ze gaan hard. Ja, ik heb er zelf ook nog een paar mee naar huis genomen. Hè. Maar ik heb ze eerlijk gezegd zelf nog niet... Ik wou zelf nog even een invisible dekje maken. Dat heb ik nog niet gedaan. Maar ik heb hier in de winkel wel even geprobeerd en het werkt goed. We hebben een instructievideo erbij gemaakt en we hebben allerlei soorten dingen gemaakt. Packet tricks gemaakt, ik heb een soort invisible deck-achtig gemaakt om te testen. Zeer goed. Ja. Geen sprayen meer, geen gedoe meer. Je kan halve kaarten voorzien. Voor de mensen die niet weten wat het is, er bestaat een techniek die heet ruw glad. Een kaartspel kan, is van zichzelf glad. Dat heb je straks bij press-to-print gezien. Er zitten van die nerfjes op de kaarten, van die linnen structuur. En dat maakt dat kaarten glad zijn. Als je met het blok de kaart behandelt, wordt die grover. En zou je 2 grove kaarten op elkaar leggen en een glad spel hebben en uitspreiden, dan blijven grove kaarten door de frictie op elkaar liggen en wordt er één van de kaarten wordt verstopt. Het tof is, je kunt zelf bepalen van ik wil alleen deze dekte. Dus als je daarop drukt, dat hij alleen daar vast zit en dan kun je onder en boven losduwen. Ja, je kan hem plaatsen. Of je pakt hem helemaal, maar ja, dan... Je kunt hem gewoon uitspreiden, maar dan kun je hem ook niet makkelijk van elkaar afhalen. Ja, je kan plaatselijk aanbrengen. Ja. Je kunt naar de halve kaart, dus als je beneden openwaaier dat kaart wel tevoorschijn komen of niet tevoorschijn komen. Ja. Zeer interessant. En ook de prijs. Ja, €14,95. Inclusief een instructievideo waarop je exact leren hoe dit werkt.
Ik denk dat het al 15 jaar geleden was dat iemand naar de winkel kwam al met zo'n blok ook. Die had een iets andere kleur. Die zei al, oh, ik heb dit. Toen had ik dat nog nooit gezien. Toen hebben wij eigenlijk alleen altijd spray verkocht. Het was toen niet te koop nog. Ja, en nu komt dat idee, Vanishing heeft ook ooit zo'n blok uitgebracht. De roughing stick. Roughing, ja, stick en roughing stick en de roughing balm heb je ook. Beetje allemaal dezelfde basis. Dit is exact hetzelfde. Nou ja, ik zou hetzelfde principe. Het is niet hetzelfde blok, want het maken waarschijnlijk een eigen blokken. Maar voor een goede, hele goede prijs. Ja, want die andere zit er volgens mij rond de 30 al. Ja, volgens mij 27 of 28 euro. Ja, roughing blok met video, ja. 14,95. Dan hebben we nog een laatste ding. Ik was laatst in een goochelwinkel. Nee, niet deze, een goochelwinkel. En dan kocht ik dit mooie kistje. Dat is namelijk een dure truc met een hele mooie dobbelsteen. Maak het kistje open, dacht ik ook al, oeh, kijk, die zit ook goed verpakt. Er zit overal foam in, dus ik haal die heel voorzichtig uit ook. En toen dacht ik, wacht even. In de winkel zeiden ze dat er ook een beschermdoosje zou bij zitten. In het houten kistje. Maar wacht even, ik zie wel dit hier zitten. Maar ik zie geen echt beschermdoosje. Dus zeg maar het doosje waar je het bewaart, maar niet voor om mee te nemen naar je optredens. Maar waar is dat doosje dan? Nou, wat er gebeurde, ik belde de goochelwinkel. Ik zeg, hallo, er moet een doosje bij zitten. Ja, zegt hij, het doosje zit erbij. Ik bedoel niet de houten kistje, maar er zou een bewaardoosje bij zitten. Dus zwart met wit stond op de foto, dat heb ik nog gezien. Ja, zegt hij, die zit in de dobbelsteen. Sorry? Die zit in de dobbelsteen. In de dobbelsteen? Ja. Wacht even, dus... Huh? In de dobbelsteen, wacht even. Maar als die in de dobbelsteen zit... Hoe kan dan ooit de dobbelsteen in een bewaardoosje passen? Ik bel gewoon en ik zeg, maar hoe even, dit kan of niet, want die dobbelsteen kan er nooit in passen. Doe gewoon, pak die dobbelsteen en stop die gewoon in het bewaardoosje en je zal zien dat het allemaal geen probleem is. Hé? Wat is dit nou weer voor gek iets? Ik denk, eerst heb ik een dobbelsteen waar een doosje in zit en nu heb ik een doosje waar een dobbelsteen in zit. Heel vreemd, heel vreemd. Je moest toch wel bij zitten. Het gekke was dat ik denk, hè? Ik zeg maar, er zou nog iets bij zitten. Want waar is de gebruiksaanwijzing? De gebruiksaanwijzing zit er ook in. Die zit in het doosje. Hè? In het doosje? Ja, er zit Chinese gebruiksaanwijzing in. Chinese gebruiksaanwijzing? Zeg maar, ik heb het doosje gekregen. In het kistje zit niks in, maar in het doosje zat er niks in. Want daar zit nu een dobbelsteen in. Nee, je moet het doosje gewoon even openmaken. Daar zit namelijk die gebruiksaanwijzing. Staat gewoon op het doosje geschreven. Kun je zien hoe het werkt. En ik wat? Hè? En dan heb ik in één keer een doosje met allemaal Chinese tekens. En ik kan niet in Chinees. Hij zegt, maar je hoeft niet, want je hebt toch alles gedaan zonder dat je weet wat je moest doen. Ja, hij zegt, nou, dat klopt. Nou, dit is niet het originele verhaal wat erbij hoort. Dit is de Bob Driebeek Dice, de Driebeek Dice. Dat staat ook hierop, zie ik. Oh, oké. Dat ga ik niet zien. De Bob Driebeek Dice. Het is eigenlijk de Cosenta boxes, de in-en-outer boxes, maar dan met een extra finale, waardoor je toppenzin compleet verandert. Gemaakt in Europa. Let op, dit is geen Chinese rommel. Geen goedkope Chinese kopie. Het is mooi gemaakt. Het werkt feilloos. Heel soepel allemaal. Je kan de doosje vaker in elkaar en uit elkaar. Dus een dobbelsteen in een doosje. Doosje weer een dobbelsteen. Dobbelsteen weer een doosje. Enzovoort. En op het laatst wordt het een Chinees doosje. Je verhaal je kan je er zelf bij verzinnen. Dit verhaal, zo vertel ik het nu. Als je de demo van Elmar ziet, die heeft iets een ander verhaal erbij. Lijkt er wel op ook iets ander verhaal. Zijn er mensen die eindigen met als zijnde dat het een doosje thee is op het einde wat erbij zit. Dan heb je Chinese thee. Wat je wil. Dit in het kistje. Verzamelobject zeg ik erbij. Inclusief online video instructies. Zat die niet in de dobbelsteen? Kost, nee, die zat niet in de dobbelsteen. Kost 99 euro. De Driebeek Dice. Mooi. En daarmee... Zijn we aan het einde? Zijn we aan het einde van 134. Deze product update. En dat betekent dat we maart in gaan rollen. En dat we de volgende maand weer terug zijn. Overigens, wat betreft de livestreams. Die dan gaan nog gewoon door. Maar om de twee weken. Ja. We hebben er vaak over verteld. Normaal elke dinsdagavond. We gaan dat om de twee weken doen. Dus nu is het niet volgende week. Dinsdag. Maar nu schuiven we op. En ik dacht dat we dan uitkomen op de 8e, op 8 maart weer. En dan elke twee weken. Want het is hier weer druk aan het worden, omdat alles gewoon open gaat, gelukkig. En de livestreams zijn we begonnen in een periode dat heel rustig was. En het is
ja, best wel een dingetje om dat erbij te blijven doen. Veel werk. Al zou je dat misschien niet zeggen, maar het is veel werk. Vandaar dat we het om de 2 weken gaan doen. Het is ook voor de mensen thuis die niet elke week dan een avond vrij moeten houden daarvoor. Dan kun je ook lekker andere dingen doen. Op de ene dinsdag en de andere dinsdag kijk je weer gewoon met ons mee. De link kun je altijd vinden op de Facebookpagina, ja. Diamond Magic Shop of Livestream Goochelartikelen. That's it. Ja, en dan voor iedereen een fijne carnaval. Fijne carnaval. Of vastelovend. Vastelovend. Of een fijne andere dag, want ik denk niet dat iedereen carnaval viert. Precies. Dus, wij zeggen tot de volgende keer, of hier in de winkel, of ergens anders, of aan de telefoon, mail, app, ja. Ik weet het niet. Mensen, tot de volgende. Groetjes, doei.